Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds is in de eerste plaats een klantgerichte en sociale organisatie die een vriendelijke, snelle en kwalitatieve dienstverlening wil bieden aan ongeveer 130.000 leden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Mechelen en Lier, hoofd-IT zit in Mechelen. In totaal heeft VNZ 42 kantoren. Mijn naam is Tom David van Meel. Ik ben operationeel directeur bij het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Ik ben Katrien Braakmans, diensthoofd informatica. De problemen die voor onze organisatie als VNZ zich stelden, was voornamelijk dat we een belangrijke schaalvergroting hebben. Dat we eigenlijk onze strategie, onze IT-strategie, moesten herbekijken omwille van de veranderingen binnen onze markt, maar ook om ons voor te bereiden naar de toekomst toe. We hadden een zeer wijdverspreid serverpark in kwestie van oplossingen, verschillende hypervisors bijvoorbeeld, ook verschillende NAS'en waar allerlei data op verstond. Er was weinig centralisatie en daardoor weinig overzicht in wat eventuele single point of failures waren. Ja, we zijn eigenlijk van start gegaan met een marktonderzoek te doen en we hebben gezocht naar een partner die voor ons enerzijds afstemde op de schaalgrootte van de organisatie, van onze organisatie. En het was voor ons ook wel heel belangrijk dat we een partner vonden waar dat we met al onze vragen terecht konden. Een soort van single point of contact, zodoende dat we over de projecten heen ons konden baseren op een partnership met één IT-organisatie. Eerst hebben zij gekeken naar de huidige situatie. Hebben zij deze geëvalueerd en een rapport geschreven. En dat heeft ons geholpen om te kijken van oké, welke punten moeten er verbeterd worden. Als ook om dat voor te leggen aan de directie, om aan te tonen welke problemen we momenteel hadden. Daarnaast hebben zij dan de nieuwe situatie ook uitgeschreven, de gewenste situatie, en helpen zij deze mee te implementeren. Ze hebben één storage device gezet, namelijk de NetApp, waardoor dat we met VMware verschillende servers konden aanspreken. We hebben ook gekeken van wat kunnen we binnen ons huidig systeem nog hergebruiken. Hè. En we hebben ook kostefficiënt proberen te kijken. De grootste voordelen is nu een gedocumenteerd systeem waarmee je, dat je business continuity gewijs veel zekerder bent. Is dat we ons IT-infrastructuur up-to-date hebben gebracht en dat we ons eigenlijk aan het aligneren zijn naar de toekomst toe, rekening houdend met de extra uitdagingen binnen de markt, wat ons ook wel groeimogelijkheden geeft, wat voor ons absoluut een must is. Ook qua veiligheid en naar monitoring toe zien wij zeker nog een toekomst samen.